Hi en welkom terug. Vandaag heb ik voor jullie de favorieten van november 2015. November is bijna voorbij. Sowieso is het hele jaar alweer bijna voorbij. We gaan echt wel richting einde 2015. Dus voordat ik het weet zit ik weer de favorieten te doen van het hele jaar. En dat heb ik ook al vaker gezegd. En ik heb al heel vaak gezegd dat het zo snel gaat. Maar het is echt niet normaal. Het is echt zo. En er zijn alweer 1, 2 of 3 maanden om ongelooflijk snel dat het gaat. En het lijkt wel, naarmate je ouder wordt, dat ieder jaar sneller lijkt te gaan. Goed, tijd voor de favorieten. Ik heb weer een aantal mooie producten die groot favoriet waren afgelopen maand. En die ga ik jullie nu laten zien. Ik heb 2 favoriete skincare producten van afgelopen maand. Als eerste laat ik jullie deze zien van Paula's Choice. Dit is de Skin Perfecting 1% BHA Gel. Dit is een exfoliant. Een gel die je dus echt dagelijks, zo niet, soms wel 2 keer per dag kunt gebruiken in de ochtend en de avond. En ik heb het al vaker verteld. Een exfoliant dagelijks gebruiken, consequent gebruiken, merk je echt heel veel verschil met je huid. Dus heb ik het niet over een scrub of zo, maar echt een exfoliant die toch zacht is voor je huid. En dat geeft je huid na verloop van tijd echt een boost. En je hebt bijvoorbeeld minder last van als je een maandelijkse periode hebt. Ik heb dan nog wel eens dat ik uitslag kan krijgen. Niet iedere maand, maar het gebeurt wel eens door de hormonen. En dat heb ik gewoon als ik dit iedere keer gebruik niet. En daarnaast, ja, het geeft je huid het ziet er allemaal frisser uit. Het heeft meer een glow. En alles is gewoon, daardoor wordt je make-up ook mooier. Dus een exfoliant is echt aan te raden. En deze gelvorm is gewoon heel fijn, want je hebt ook exfoliant vloeibare in flesjes en die moet je dan weer op een watje doen en dan weer aanbrengen op je gezicht. En dit is gewoon makkelijk. Je gebruikt dit echt als allereerste aanbrengen en daarna de rest van je dag- of nachtverzorging. Als je zoiets overdag gebruikt, zorg dan wel altijd dat je een SPF draagt op je gezicht. Maar verder echt, ik zweer erbij en ik kan niet meer zonder deze dus van Paula's Choice. En dan deze en die zat volgens mij ook in de favoriete video van vorige maand, van oktober. Dit is de Micro Delivery Exfoliating Facial Wash. Dit is dus ook een exfoliant voor dagelijks gebruik. En die gebruik ik gewoon in combinatie met de gel van Paula's Choice. En mijn huid is iedere dag zo glad en zacht. En als ik mijn make-up verwijderd heb, dan doe ik eventjes deze. Maar deze is heel mild, heel zacht voor het gezicht. Hij ruikt trouwens niet lekker deze. Maar hij is wel heel fijn in gebruik. En daarna als je gezicht echt het voelt aan. Ik gebruik hem dan 's avonds, iedere avond. En dan, ja, het voelt bijna aan als een babyhuidje zo zacht. Dan kan dat natuurlijk niet helemaal op mijn leeftijd. Maar jullie weten vast wel wat ik bedoel. Dus deze. Een product voor het lichaam. Zoals jullie weten gebruik ik echt dagelijks een body lotion, body cream of een body oil. Ik wissel graag af. En afgelopen maand heb ik het meeste gebruikt deze van Dove. Dit is uit de Derma Spa lijn. Body lotion met omega olie voor een fluweel zachte, egale en stralende huid. Nou, hij ruikt heerlijk. En hij zorgt ervoor, want in deze tijd van het jaar heb ik hele droge, vooral hele droge benen. En als ik daar niks aan doe, nou, het gaat ook echt gewoon jeuken. Dat is echt niet fijn. En dus ik moet wel iedere dag iets gebruiken. En deze is echt heel fijn. Ruikt heel lekker, trekt lekker snel in. Want ik vind het vooral 's avonds niet fijn als ik nog heel lang alles voel plakken. En ik wil bijvoorbeeld naar bed gaan, dat ligt gewoon niet lekker. En hij ruikt heerlijk en een heel fijn en betaalbaar product. Dan heb ik 2 favoriete geuren van afgelopen maand. En deze is ook niet echt heel verrassend, want die zat er vorige maand ook al in. Deze is van Terenzi, de Vicanto lijn. Dit is een niche parfum, dus op weinig plaatsen in Nederland verkrijgbaar. Dit is de Cashmere en dit is echt een op en top poedergeur. Als je van poedergeuren houdt, dat heb ik vorige maand ook al verteld, dan weet ik zeker dat deze je hart zal stelen, want die is dus zo lekker. En als ik deze draag, ik krijg je zoveel complimenten op over welk geurtje draag je. Je kan er ook nergens mee vergelijken, het is echt een geur die je zelf moet ruiken. Maar het is een en al poeder en je blijft het ook zo lang ruiken. Hij is heerlijk en ik vind de fles ook heel mooi. En het is gewoon echt mijn lieveling, een van mijn lievelingsparfums geworden. En daarnaast, want ik spuit die natuurlijk niet iedere dag op, want dat vind ik ook zonde, heb ik heel veel deze gebruikt van Chanel. En dit is Coco van Chanel, dus niet Coco Noir, maar gewoon echt Coco. Die geur bestaat al heel erg lang en het blijft ook echt een, ja, een klassieker. Ook een heerlijke poederige geur die je de hele dag op blijft ruiken. En ja, wat kan ik hier nog over zeggen? Hij ruikt zalig. En hij past ook wel bij dit jaargetijde. Want dit is bijvoorbeeld geen geur die ik in de zomer of zo, of in de lente, als het echt mooi weer is, zal dragen. Maar voor nu past hij perfect. Dan een haarproduct. En dat is deze van Tony & Guy. En dit is Tony & Guy. Even kijken. Glamour Serum Drops, High Shine and Polish. Nou, dit is dus een serum. Als ik dus mijn haren helemaal gestyled heb, zeg maar, als ik ze gewassen heb.
En ik heb ze gefeund en ik gebruik daarna de steltang of de krultang of wat dan ook. Of al feun ik ze alleen maar. Dan doe ik er altijd een beetje olie of een beetje serum in. En ik vind deze super fijn en die geeft ook een hele mooie glans. Je hebt echt maar, nou ik, twee druppeltjes. Ik duw er echt maar twee keer op. En dat wrijf ik dan zo in mijn handpalmen warm. Verdeel ik het in de punten en over de rest van mijn haren daarna hier. En hier een beetje aan de zijkant. En het geeft zo'n mooie glans. En het ruikt heel erg lekker. Het maakt je haren zacht. Het zorgt ervoor dat het pluis in de loop van de dag tegengaat. Dus deze vind ik echt super fijn. En dan ben ik aangekomen bij mijn favoriete gedeelte altijd van de favoriete video's. Make-up. Als eerste deze van Too Faced. Le Grand Palais. Hij zit weer in de doos. En ik heb eigenlijk momenteel geen plek om hem open neer te zetten. Het paleis, want dat is het. En dit is speciaal voor de kerstdagen uitgebracht van Too Faced. Ik heb hem al een keer laatst in een unboxing laten zien. Zit heel mooi in deze doos. En dat is dan zo'n, ja, het ziet er gewoon beeldig uit zo. Er zitten dus allemaal kleine make-upjes in. En er zit ook een palet in. Dit palet bevat allemaal kleuren oogschaduw. En ik gebruik momenteel, ik ben sowieso dol op de oogschaduws van Too Faced. En dat bedoel ik de paletten zoals de Chocolate Bars en zo. Die hele zachte, die blenden heel mooi. Hele mooie pigmentatie. En het blijft ook de hele dag goed zitten. En de kwaliteit hiervan is dus echt wel vergelijkbaar met de Chocolate Bars, mocht je die kennen. En dan hou ik vooral de glitter oogschaduws, echt die glitter oogschaduws draag ik gewoon niet zo vaak. Maar ik hou vooral van deze glitteren dan wel. Maar zijn meer eigenlijk shimmer oogschaduws, dit zijn dan echte glitter oogschaduws. Maar deze bijvoorbeeld voor op mijn bewegend ooglid of deze of die gouden, die is ook heel mooi. En die combineer ik dan graag met deze matte kleur en dan nog een beetje van deze donkerbruine erbij. En dan krijg je echt hele mooie looks en ik heb hem al heel veel gebruikt. Ik ben er dol op. Ik ben er denk ik wel een beetje verliefd op. Dus dit is een heel groot favoriet van afgelopen maand. En dan weer een oogschaduwpalet en dat is dit Urban Decay Naked 3 palet. Ik blijf hier ook heel vaak naar teruggrijpen. Ik heb hem nu 2 jaar. Moet eigenlijk wel weer een keer een nieuwe kopen, want er zijn best al wel wat kleuren die de pen hebben geraakt of die al zelfs op zijn. En van alle Naked paletten is dit gewoon mijn favoriet. En dat komt vooral door de rosé kleuren. Vind ik zo mooi. En dan zit ook bijvoorbeeld, ik heb de laatste tijd best wel een beetje een obsessie voor de kleur Mauve. Als ik het zo goed uitspreek, vind ik zo'n rotnaam lastig om uit te spreken. Maar die zit hier ook in. En je ziet dat het palet al best wel gehavend is. Dus ja, ik ben echt eigenlijk aan een nieuwe toe. Want er zijn toch altijd maar bepaalde kleuren die je gebruikt en ook kleuren die je veel minder gebruikt. Ja, je ziet dus welke kleuren favoriet zijn, maar ik vind deze bijvoorbeeld, dat is de kleur Nuna en dit is echt zo'n mauve tint, die vind ik zo mooi voor in je arcadeboog. En dan te combineren met een van deze lichte kleuren met shimmer erin. De hele lichte kleur hier, die gebruik ik altijd onder het wenkbrauwbot. En deze donkere grijze, die doe ik altijd een beetje aan de buitenkant. Ik draag trouwens vandaag ook het Naked 3 palet. En het is gewoon, je kunt daar looks mee maken, die zijn geschikt voor echt voor iedere dag, iedere gelegenheid. Ook voor een feestje, wil je het wat uitgebreider, dan kun je bijvoorbeeld of iets met nepwimpers doen. Of bijvoorbeeld je lippen een hele felle kleur geven. Maar ja, love it, ik ben er dol op. En dan helemaal herontdekt, dat is deze Benai Banana Powder. Jullie weten dat ik, als je vaker kijkt, dat ik gek ben op gele poeders. Ik gebruik echt dagelijks een gele poeder. En dat doe ik vooral om mijn wallen onder mijn ogen te camoufleren. Ik gebruik dan altijd een lichtere concealer nadat ik mijn foundation heb aangebracht. Dan een concealer hier, zo'n soort driehoekje zeg maar. En daarna poeder ik het altijd af met een gele poeder. En het is echt amazing hoe het werkt tegen wallen. Want je krijgt het natuurlijk, als je het zo hebt zoals ik, je ziet het nou ook alweer, dan krijg je het niet helemaal weg, maar het scheelt zoveel. En ik heb daar een aantal maanden geleden ook al eens een video over gemaakt. En dan zag je echt wel duidelijk verschil. Ik deed het ene oog wel, het andere oog niet. En ik heb een tijdje de gele poeder gebruikt van Marc Jacobs. Die zit in zo'n contourpalet en die is super fijn. Maar die is dus op. De gele poeder in het Anastasia contourpalet is ook op. En dan heb ik nog wat crème producten van Make Up Studio. Een geel in zo'n palet, een crème product. Maar ik gebruik toch liever echt een poeder. En toen ben ik in mijn lades gaan kijken. Toen dacht ik, hey, ik kan wel weer eens de Benai pakken. Die vond ik ooit heel erg fijn, maar heb ik er gewoon een tijdje niet gebruikt. En die is ook weer groot favoriet geworden. Ben ik helemaal verliefd op. En ja, hij is ook, de verpakking is echt groot. Je kunt hier zo lang mee doen. En ik gebruik hem dan dus, ja, wat ik al zeg, voor bij mijn concealer. Maar als ik dan contour ook hieronder een beetje, zet ik met een kwast. Dat hebben jullie ook al wel eens in tutorials gezien. Doe ik hieronder altijd een beetje gele poeder. Hierboven, hier op mijn kin.
En dan blend ik dat allemaal met een grote kwast. En het effect is echt heel mooi. En dan deze primer van Giordani Gold. Dat is de meest luxe lijn van Oriflame. En die liet ik volgens mij, als ik het me zo goed kan herinneren, vorige maand ook al zien. Dit is dus een make-up basis. En die gebruik je na je dagverzorging. Als je dat allemaal gedaan hebt, gebruik je voor je make-up. Deze doe je dan even op je gezicht. Ik gebruik altijd een make-up basis. En deze is echt heel fijn. En ik gebruik hem dan. Ik doe hem dan op. En dan laat ik het heel eventjes intrekken. En daarna ga ik mijn make-up en zo aanbrengen. Je foundation ziet er mooier uit. Het blijft veel langer zitten. Het gaat glimmen tegen. Make-up hecht beter. En het is gewoon fijn om met een goede basis te beginnen. Om een mooie make-up aan te brengen. Dus deze is wederom favoriet. Over foundation gesproken. Ik laat volgens mij niet altijd foundation zien. Die schieten er nog wel eens bij in de favoriete video's. En dat is eigenlijk zonde. Want ik ben al maanden helemaal dol op deze foundation van L'Oreal. De L'Oreal 24 Hour Matte Foundation. Ik gebruik hem in de kleur Honey. Jullie zien hem bijna ook altijd onder de video's in de omschrijving van wat voor make-up ik draag. Bijna altijd is het deze. Je hebt hier maar een heel klein beetje van nodig. En ik breng hem dan altijd aan met de Beauty Blender. Geeft een heel mooi mat effect. Maar niet dat extreem matte dat je lijntjes of dat het in de lijntjes gaat zitten. Of dat het droog wordt of ophoopt. Hij wordt heel mooi egaal en hij geeft een goede dekking. Ik hou wel van een foundation die een beetje een goede dekking geeft. En deze heeft het allemaal en is ook nog lekker betaalbaar. Dus deze is top. En dan deze soort sneeuwbol van Guerlain. Dit is gewoon favoriet omdat hij gewoon zo mooi is. Dit is een van de mooiste make-up items die ik heb om naar te kijken. En deze is uit de kerstcollectie van Guerlain. En ik weet, hij is heel gelimiteerd uitgebracht. Maar volgens mij is die momenteel ook overal uitverkocht. En het is natuurlijk ook een limited edition. Maar het ziet er, even kijken of ik het goed, zo goed heb, heel mooi uit. Er zit, het is meer een soort van ornament wat je aan de binnenkant ziet. En het logo natuurlijk van Guerlain. En het ziet er gewoon, ja, als je het zo ziet, echt heel mooi uit. En hier zitten dan die meteoriet in die bekende balletjes die altijd naar viooltjes ruiken. Nou, aan de binnenkant zit een spiegeltje. En dit is dus al echt een hele luxe uitvoering. En dan zie je hier het donsje wat erbij zit, is ook al prachtig. En dan hier, ik moet heel voorzichtig laten zien, de balletjes. En daar zitten ook sterretjes tussen. En het is niet zo dat je hem echt als highlighter kunt gebruiken dat hij een superglans geeft. Want het is vrij subtiel. Maar gewoon, ik zeg al, het is favoriet ook om hoe het product eruit ziet. En de geur, ja, ik hou van die geur van Guerlain die ze altijd aan die balletjes en de poeders geven. En het is gewoon zo mooi. En het is wel een fijn poedertje om je gezicht eventjes mee af te poederen. Dan blijft het ook de hele dag mat. Het is gewoon echt zo'n hebben ding. Dan ook nog uit de kerstcollectie van Guerlain is deze de lipstick van Guerlain. Dat zijn hele luxe mooie lipsticks, dat zie je ook wel. En deze heeft dan een speciaal printje met sneeuwvlokjes. En dit is dan hier goud, want normaal is die helemaal zilver. En dit is, ik weet niet of de naam zo nog kan zien, want ik heb het doosje niet meer. Het is een hele mooie kleur, 867 en volgens mij heet die Merveilleux Rose, dacht ik zo uit mijn hoofd. En het is een hele mooie, draagbare, rozige kleur. Het is niet meteen een kerstkleur, je zou denken bij een kerstcollectie, daar hoort roze rood of zo bij. Maar dit is wel echt zo'n kleur die ook iedere dag kan, het hele jaar door. Als je hem openmaakt, zie je hier ook, hij is zo luxe deze huls. Een mooi spiegeltje en dan kan je hem dan later zo weer inschuiven. Even kijken, lipstick natuurlijk naar binnen doen. Oh, doe het verkeerd. Zo, het is gewoon, kijk, dan springt hij ook open als je hem open maakt. En ik zal even meteen de kleur swatchen voor jullie en ik draag hem veel en graag. Zo ziet hij eruit. Het is misschien wel meer, ja, toch al meer een voorjaarskleurtje of zo, maar ik vind dat die best nu kan. En dan heb ik nog twee lipsticks voor jullie. Als eerste MAC Faux. Dit is een van mijn all-time favorites en echt mijn favoriete nude lipstick, denk ik, die ik heb. MAC Faux was vorig jaar vooral heel erg gehyped rondom de Kylie Jenner lippen. En ja, dan had je ook van die lippencils zoals Soar en Whirl en het lippencil Spice. Ik heb ze allemaal en allemaal de combinaties geprobeerd. En ik heb ook MAC Velvet Teddy en ik heb ook MAC Brave. Maar deze kleur mij gewoon het mooist. Die heeft net dat vleugje roze. Waardoor die, ja, ik weet niet, mijn huid niet grauw maakt. En ik combineer hem graag met MAC Soar of met MAC Whirl. En ik heb hem nu in deze video ook op. En dan heb ik MAC Whirl eronder. Het lippotlood dus. En zoals je ziet is die ook echt al aan het opgaan. Dat vind ik heel jammer. Want ik hoop, hij is iedere keer niet leverbaar. En ik wil hem wel graag weer opnieuw hebben. MAC Faux, ik zal hem toch zo nog even swatchen voor jullie. Het is gewoon niet dat echte nude waarvan je zegt van ja, je gaat een beetje op een lijken.
Maar deze heeft toch nog wel wat kleur erin, waardoor die heel veel mensen zal staan. En dit is gewoon een hele, hele mooie kleur. En dan deze lipstick van Dior. En dit is ook echt een favoriete. En die heb ik volgens mij al 3 maanden onafgebroken, laat ik die zien. Dit is Rouge Dior in nummer 753 Continental. En dit is uit de afgelopen herfstcollectie van Dior. En dit is een hele mooie, ja, de kleur is lastig te omschrijven, bruinrood. Maar niet echt heel rood en ook niet echt heel bruin. Hij is precies goed. Heel draagbaar dus. En ik zal hem ook meteen weer even swatchen. Ja, hij heeft ook wel een vleugje warm erin zitten. Zoals je ziet, hij zit hier. En het is gewoon een hele mooie kleur. En de lipstick is gewoon super deluxe. Ruikt lekker. Blijft goed zitten. Hydrateert. Droogt je lippen niet uit. En ik draag hem of graag zo. Of, en dat is natuurlijk dan weer favoriet, de combinatie met MAC Burgundy, het lip pencil. En dat is ook zo'n geweldige kleur. Ik zal die ook meteen even swatchen. Een hele mooie, ja, bordeaux kleur die je met heel veel lipsticks heel mooi kunt combineren. Hier zit die. En ik draag ze gewoon heel graag samen. En dan als allerlaatste een nagellakje. En het vind ik zo'n mooie kleur. Dat is deze van Annie. En dit is een vrij nieuwe kleur. En dit is Undercover Show. En dit is op en top een mauve kleur nagellak. Als je van dit soort kleuren houdt, dan vind ik persoonlijk heeft deze de perfecte dosis met roze en net dat vleugje soort violet. En de hele combinatie heel mooi. En het is een kleur die maakt je handen niet grauw. Het lijkt erop alsof ik hem nu draag, want de afgelopen paar video's droeg ik hem wel. Ik heb nu een andere kleur op. Het is ook een beetje een mauve kleur, maar ik vind deze veel mooier. Dus ik ga denk ik vanavond deze eraf halen en deze er weer op doen. En hij dekt ook heel goed. Hij heeft een beetje een gel effect. Ja, glans en qua dikte. Het zijn gewoon hele fijne nagellakken. Deze kleur is echt gewoon geweldig. En het past ook gewoon ook overal bij. En dat is zo fijn met zo'n kleur. Je raakt er niet zo snel op uitgekeken. Als ik bijvoorbeeld paars draag of blauw, dan heb ik na een paar dagen alweer zoiets. Oh, zit ik weer naar mijn blauwe of paarse nagels te kijken. En dan grijp ik toch weer steeds terug op dit soort kleuren. En dit waren ze dan, mijn favorieten van november 2015. Ik ben ook benieuwd naar jouw beauty favorieten van de afgelopen maand. Laat het me weten hieronder in de comments of ga even naar mijn website glamouristagirl.nl. Ik vind het altijd leuk om te horen wat jouw favoriete producten waren. Dankjewel voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken en vergeet niet te abonneren. Zou ik heel erg leuk vinden. Bedankt daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag en ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doei!